Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Hunger Games aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en zoals jullie allemaal kunnen zien zijn wij inderdaad weer een keer terug op de Mineplex server. De vorige twee afleveringen ben ik niet op deze server bezig geweest omdat ik gewoon die afwisseling erin wil houden. Ik wil ook gewoon een keer weer op dit spelen omdat ik dit toch wel een leuke server vind. Ik heb er een YouTube rank op en dit is gewoon toch wel vermakelijk. Laten wij maar dit spel allemaal meenemen. Even snel looten en verder gaan kijken wat we allemaal gaan tegenkomen. We hebben een leuk spul, jongens. Oké, dat is al een goed begin. Ik wil jullie ook weer bedanken voor alle support dat ik nog steeds krijg op de Hunger Games. Jullie vinden het nog steeds een leuke serie. Ik zelf geniet er ook nog steeds van. En deze man die gaat in aanval. Had ik al verwacht. Oké, ja, deze moet ik sowieso hebben. Kom dan. Ja, dankjewel. Meneer was niet heel slim om mij aan te vallen. Nee, meneer was niet zo slim. Dom noemen we dat in deze Nederlandse woorden. Ja, geen idee wat ik allemaal zei. Laten we in ieder geval met deze tempel ingaan. En wat wou ik vertellen? Nou, ik heb wel een kort verhaaltje. Wat voor verhaaltje heb je dan, Melvin? Ik heb carnaval gevierd, jawel. Ik ga gewoon even random in een Hunger Games aflevering mijn carnavalavonturen vertellen. Want carnaval voor een Fries is toch wel even een ervaring apart, om het zo maar te zeggen. Alle Limburgers en Brabanders van deze video kijken zullen vast wel zeggen van ja, Melvin, carnaval is toch heel normaal. Als jij uit Friesland, of in ieder geval erg uit het noorden komt, is carnaval niet normaal hoor. Carnaval is dan echt een heel raar feest waar je eigenlijk niet van weet wat het nou precies is. Je kan het een beetje vergelijken met het gemiddelde feestje in het noorden. Alleen is het nog. Oh, deze man. Oh mijn god. Wat? Hoe de fuck was dat niet raak? Oh mijn god. Gaat dood. Ja. Holy shit. Oké, we waren even in gevecht. Dat moest toch wel even wat geconcentreerd. We hebben echt klotenspul eigenlijk. Wat de heck, man. Nou, maakt niet uit. Ik had het over carnaval. Ik heb maar samen met mijn lieve vriendin Shania carnaval gevierd. Zij is tenslotte een Limburger. En ja, dan ga je toch wel. Oh, carnaval moet te vieren. En ik vond het echt een hele leuke ervaring. Het is gewoon een feest, zoals wij ook hier al kennen. Alleen is iedereen verkleed en hoor je echt een 95 of wel 99% van de muziek dat je hoort is letterlijk Engels. Ik bedoel, Limburgs of Nederlands. Engels hoor je eigenlijk totaal niet als je op zo'n carnaval aanwezig bent. Het is echt grappig om gewoon te zien. Ook iedereen in zijn kleed. Je komt de gekste types tegen. Bijvoorbeeld een Mario en een Luigi. Die beide aan het bier zaten. Jawel, hadden beide een half liter bier in de handen. En ik stond er echt zo van, dit had ik niet verwacht om ooit in mijn leven te zien. Het was echt zo leuk, hè. Het was gewoon grappig om dat gewoon allemaal mee te maken. Ik heb gewoon genoten van de carnaval. Het is wel echt, of ik het heel vaak wel zou hebben meemaken, dat weet ik niet. Dat zien we volgend jaar wel weer, hoe het allemaal komt. Maar ik ben wel een ervaring reken, hoor. Want carnaval is toch echt wel een feest op zich. Het is een leuk feest op zich, ja. Maar dat wil ik dus even kort vertellen. Ik dacht, heb ik ook weer een keer wat aan jullie te vertellen. Hallo, waar kom jij opeens vet random vandaan? Ik heb geen idee. Je had ook trouwens geen ene ruk, zo hé. Je had serieus echt niks. Nou ja, dat maakt niet uit. Killrijker is helemaal mooi. Wij gaan verder. Oh shit, jongens. Die chest is hier gevallen. En daar staat de man die van die chest. Oh mijn god. Holy shit. Oh shit. Oké. Ga dood. We hebben hem. Dikke combo op hem. We hebben hem. En hij heeft TNT geplaatst. En ik ben bijna dood. Oh nee, toch. Ren omhoog. Ik ben bijna dood, man. Man, oh man. Die man die komt eraan. Oh shit. Ga naar beneden. Oh mijn god, wat deden we daar? En nu ga ik dood. Nu word ik vies uit gecleanupt. Holy shit. Oh mijn god, nee. Oh, dit vind ik niet leuk, jongens. We zijn bijna dood. Dit meen je niet. En ik ren nu richting de muur. Ik ren richting de muur. Ik moet hier naar beneden springen. Is hier onder water? Volgens mij wel. Is hier onder water? En zit die vent achter me aan? Nee, hij zit niet meer achter me aan. Oh shit, jongens. Oh shit. Oh, dit vind ik niet fijn. Ligt die water? Ja. Oh shit, we gaan gewoon een YOLO-sprong doen. Woe! Oh mijn god. We hebben het overleefd. We kunnen de deathmatch starten. Die vent zit niet meer achter me aan. We hebben een diamond chestplate. We hebben een... Wow. Het enige wat ik niet goed heb is een zwaard. Voor de rest heb ik echt een van de beste armor in het spel. What the heck, joh. Oké, jongens, daar staan we dan. De deathmatch. Ik heb by far het beste armor van iedereen. Het enige probleem is dat ik niet een clean-up wil hebben zometeen. Dat ik dus doodga door twee personen. Ik ga dus ook voorzichtig aanvallen pakken. Deze man die daar plaatst er al TNT. Dikke explosie, jongen. En deze man...
Die ziet er niet heel moeilijk uit. Die kunnen we zo wel hebben, als het gaat lukken. En, oh, er is al eentje dood, joh. Oh, shit, die gaat dood. Ga zelf in je eigen TNT dan. En deze mij heeft net iemand gedood. Ja, hier, ga aan de muur, ga aan de muur. Oh, mijn god, die gaat dood, gaat dood. Kom op, kom op. Kom op! Ja, we hebben hem! Oh mijn god, en die andere fan zit nog dodelijk in het midden een beetje kut te doen. Weet je wat met zo'n fan doen? Die gaan we ook gewoon fucking hard trekken. Ja hoor, moet je kijken. En we hebben het allereerste potje gewonnen. Dat vind ik wel een GG waard. Hierbij bedankt jullie ook allemaal voor het kijken. Nou, dit is het eerste potje. Ik weet niet waar ik aan begon. Het tweede potje van deze aflevering. We hebben hier een iron... Oh my... Hoe de fuck heb ik die hele chest kunnen looten? Wow, oké, dat was toch wel even een bijzonder iets. Hoe heb ik dat ooit gedaan? Wat? Oké, laten we maar snel wegwezen daar. Hier zijn ook al allemaal mensen die denken van... Hé, we kunnen aan gaan vallen. En dat moeten we maar even snel vermijden door hier naartoe te rennen. En hopelijk een chest te vinden met een zwaard. Ja, want we hebben goed armor. Maar bij goed armor hoort ook eigenlijk wel even een goed zwaard. En als we dat niet gaan vinden, gaat het heel kut zijn. Zoals hier in dit huisje. Een chest met kip. Hier twee chesten, zwaard. Ja, dankjewel. En ook nog betere schoentjes ook. Oh, wat fijn. En jij ook nog een beter zwaard. Nee, oh, wel een chestplate. Oh mijn god, we hebben weer best een goed spul. Damn, wat is het opeens met mijn geluk, joh. Ik vind echt onwijs schare dingen wat we echt gewoon kunnen gebruiken. Oh, wat lekker toch, jongens. Oh, dit is echt... dit voelt wel goed. Laten we maar gewoon kijken wat we nog meer hebben. We hebben... ja, toch wel spul waarvan ik tevreden ben, hoor. Toch wel spul waarvan ik denk van... Hé, dit is goed. Ja. Yeah. Oh, kijk. Oh, er loopt er iemand. Hallo, meneer. Hallo, meneer. Waarom hit ik jou niet? Oh, mijn god. Oké, we hebben hem wel geraakt. Holy shit. Holy shit. Hit hem, hit hem, hit hem. Oh, mijn god. Waar loop je nu daar? Wat de heck? Wat is dit voor vage vecht? Oké, we hebben hem. Dat was echt een heel vage vecht. Hij hit er nog best wel veel op mij. Hij heeft wel een betere broek. Oké, fijn. We zijn veilig. Kust is veilig. We gaan deze chest looten. Helaas geen ene ruk vindt erin. We hebben wel een player tracker. Die vind ik op zich wel handig. Het is niet het... Ja, ik zeg nu al dat het handig is, maar het is gewoon stront. Het werkt echt heel onhandig. Je kan dat ding 5 keer gebruiken en dan is er al een kans dat die vent verder is. En je meent deze dat hier een stenen zwaard ligt? Hoezo laat je een stenen zwaard liggen? Dan is het toch echt wel iets dat jij goed hebt of zo. Nou ja, ik zeg er geen nee tegen. Dank je wel ervoor. Wat hè? Oké. Oké, en hier loopt ook iemand. Hey meneer, hallo meneer. Oh mijn god, ja hoor, daar hebben we hem. En oh mijn god, deze man is heel erg naar. Deze man is heel erg naar. Wat de... nee, wat? Nou ja, dan gaan we het al proberen in dit potje. Ik heb nog steeds geen idee hoe ik daar dood ging. En fuck trouwens iedereen, maar ik heb echt supergoed spul. Yo, hey. We vinden een iron chestplate en een stenen zwaard in 1 chest. En we hebben ze ook nog gewoon beide kunnen pakken. Nou, dat is toch wel dubbele winst, hoor. Dan moeten we niet hopen dat iemand zometeen een eerdere hit heeft op mij. En ook hetzelfde heeft, want dan gaan we wel een beetje moeten huilen. Maar dit is toch wel dat ik denk van, zo. Hier kunnen wij zeker weten wel leuke dingetjes mee gaan doen. En, oh, dit is zeker weten niet verkeerd. Oh mijn god, waarom hebben we best wel veel geluk met de chesten? Misschien dan wel dat we ongeluk hebben met de deads die we hebben tot nu toe. Want de dead van het vorige potje was echt... Ik vond het behoorlijk onterecht. Ik weet niet hoeveel levens die man ook over had. En deze, jij gaat gewoon dood. Meneer, het spijt me zeer, maar u gaat gewoon dood als het lukt. Kom op, hit hem gewoon, hit hem gewoon. Kom alles naar mij toe dan. Hoe de fuck... Ja, we hebben hem. Wauw, dat duurde nog best wel... Die oh mijn god, en waar... Nou, hebben we een Oké, dan. Nou, we gaan nu nog een nieuw potje starten. Hopelijk zitten hier geen hackers in. En laat ik ook maar gelijk een beetje vertellen wat voor ideeën ik heb bij een hacker als ik die tegenkom en ik neem het op. Hoe ga ik daarmee om? Het is namelijk zo dat ik eigenlijk nooit echt daar een aanklacht van inmaak of indien inmaak. Wauw. Indien, omdat ik een beetje denk van... Het wordt opgenomen, het staat op mijn kanaal. Er zijn 10.000 mensen gemiddeld die dat kijken, 15.000. En dan denk ik misschien dat wel sommigen van jullie misschien af en toe denken van... Oké, ik ga deze video gewoon naar mijn plek sturen. En dan zeg ik een timestamp en dan kunnen hun gewoon die hacker bannen. En dan denk ik gewoon van, dan kunnen wij samen, kunnen wij gewoon een Minecraft hacker vrij. Maken. Ja, het klinkt misschien heel raar alsof ik een soort van campagne voer, alsof ik president wil worden van Amerika, maar dan niet van Amerika, maar van Minecraft, als je hem nog begrijpt. Maar nee, even serieus, het is toch wel dat ik zo'n beetje denk. Ik vind het wel fijn dat ik dat dan opneem en dat jullie dan allemaal kunnen zien van, kijk, dikke hacker, pas op voor hem en zo.
En dan kunnen jullie gewoon allemaal die man aangeven. En dan hopen we met z'n allen dat hij gebannen wordt van de Mineplex. En is dat weer een hacker minder. Ja, dus daarom stem op Melvin. Stem op Melvin, vergeet dat maar. Maar jullie begrijpen mij hopelijk wel. Maar dat ik niet echt altijd heel veel moeite ervoor doe om die mensen aan te geven. Omdat ik al denk van, ik heb een redelijk groot bereik. En dan denk ik ook wel dat misschien af en toe iemand van Mineplex dat ziet. En dat klinkt heel, heel opschepperig. En dat weet ik ook. En dat bedoel ik totaal niet. Maar het is gewoon meer van, ik ga er wel van uit dat af en toe misschien een Mineplex man mijn video's controleert. Om te kijken of ik wel daadwerkelijk nog op Mineplex server speel. Want ja, dat is ook iets waarmee ik mijn rank behoud op de Mineplex server. Ik heb namelijk, zoals jullie misschien weten, de YouTube rank op Mineplex. En daarmee, ja, is het toch wel, als je dan 3 maanden niks upload of zo van Mineplex, dan is het de dag rank. Maar ja, ik upload eigenlijk toch wel 1 keer per maand iets erop. En oh shit, dat meen je dat we, oh mijn god, dat leek zo erg op een hacker. Dat leek zo erg op een hacker. Ik weet het niet zeker. Die man had, oké, ik heb hem. Ik ga niet vooroordelen geven. Ik zeg alleen dat het erop leek. Ik zeg niet dat het was, het leek erop. Word ik ook achtervolgd? Nee, gelukkig. Holy shit, we moeten nu echt regenereren. Oh my god. Wat een fuck. Wow, dat was echt een klote kill. Holy shit, deze vent. Yo, what the fuck ben jij opeens? Wat? Ik loop daar. Er staat opeens een vent met 2 stukken diamond armor en particles. Waar kwam hij opeens vandaan? Wauw, oké. Nou ja, dat was echt een hele klote. Waarom liep die man daar? Dat is echt huilen. In ieder geval, mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je genoten? Druk op het blauwe duimpje omhoog. Abonneer en reageer dan dat ik nog maar eens zeg tegen jullie. En dat is doei, mensen!